Familiebedrijf Slagerij van Olven. Opa en pa van Olven zijn 1926 een slagerij begonnen op de weg, naast weeshuis Groenestein. Onze specialiteiten waren gekookte varkenspoten en staartjes, gebraden uienbord, vetkaantjes en zelfgemaakte ambachtelijke vleeswaren. Wij hadden de eerste automatiek in Den Haag. Tot diep in de nacht waren mijn ouders bezig om de gehaktballen warm te houden, bij te vullen en kwartjes te wisselen. De Hagenees, als hij naar een café of bioscoop bezoekt, flauw was dan op weg naar de automatiek van Van Olven. Als kind moesten we gelijk meehelpen: op een kistje staan, varkenstaartjes afbranden, varkenspoten schoonmaken, hakblok schuren, op je stepje zaarse halen, bestellingen bezorgen, folders rondbrengen, ramen zemen, boenen, schrobben enzovoort. In de jaren 50 kwamen de Indische Nederlanders naar Nederland en die hadden een heel ander eetpatroon. Een aardige Indische dame heeft mijn vader geholpen om Indische sociaisjes te maken, wat na vele experimenten eindelijk de smaak van Tempodulo had. Van heinden en ver kwamen de klanten voor de Indische socijjes. We kregen post uit heel Nederland, slagen in de haag, die Indische sociaisjes maakten. Zonder naam en adres. Voor tien uur gebeld dezelfde dag besteld. We raest op ons fietsje heel de Haag door om de bestellingen af te leveren. We hadden veel vaste klanten waar we regelmatig bezorgden, die hebben mij en passant maleis geleerd. Bij veel klanten kreeg je vaak Indische lekkernijen toegestopt. Omdat we met geheime recepten werkten, konden we helaas geen personeel in dienst nemen. Het was keihard werken voor iedereen. Mijn moeder pakte om elf uur nog de strijkplank, eens was wat minder vriendelijk, en twee uur later hadden we er een broertje bij. Op verjaardagen werd door de Ooms alleen maar over de vleesprijzen gesproken. De weg is herbouwd. Ik ben toen als vrijwilliger in het buitenland gaan werken en heb helaas geen afscheid van al onze aardige, trouwe klanten kunnen nemen. Nu is Patrick de vierde generatie die de sociaties maakt. Mijn vader had als slogan reputatie door recommendatie. En nu heb ik twee vegetarische kinderen.